Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Tsunami TV. Mijn naam is Sosila Bolassing en vandaag sta ik in het stadhuis van Den Haag. Er gaat namelijk iets heel bijzonders gebeuren in verband met Raksha Bandhan. Een aantal vrouwen gaat een speciaal persoon een raakje omdoen. Ik wens u allen heel veel kijkplezier. JKS Sneltransport is uw logistieke dienstverlener, vooruitstrevend op het gebied van planning en organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in tijdkritisch vervoer en het vervoer van uw vertrouwelijke documenten. Wij verzorgen opslag en overslag en bieden een 24-uur service voor zowel dag- en nachtdistributie. Als gecertificeerde organisatie zijn wij trotse winnaar van de Ondernemersprijs van Transport en Logistiek. Met diezelfde trots ontzorgen wij u van al uw logistieke problemen. JKS, voor snel en veilig vervoer. Welkom bij makelaarskantoor Roet Vastgoed. Behalve verkoop- en aankoopbegeleiding houden wij ons ook bezig met verhuur, verzekeringen, beheer, hypotheken, onderhoud. En uniek als Surinaamse makelaar zijn we actief in de verkoop van nieuwe projecten. Tevens zijn we actief in Suriname. Kortom, bent u op zoek naar een betrouwbare en deskundig makelaar? Roet, je doet het goed. Welkom in het stadhuis. Het is een hele bijzondere dag voor ons, voor onze gemeenschap. Een eeuwenoude traditie die het is, die vanuit onze heilige geschriften is voortgekomen. En die we al nu in Suriname, in Trinidad en nu ook in Den Haag groots vieren. Elke dag opnieuw. Wij vieren dat samen in het klein, thuis. Een traditie waarvan ik hoop dat we die niet alleen met elkaar blijven delen. Niet alleen als Hindoestaanse gemeenschap. Het eren van de broer en zus. Maar eigenlijk gaat het verder dan broer en zus. Het gaat ook over de broederschap die we met elkaar hebben. Met je buren, met je vrienden. Want het is niet alleen zo dat je een raki bindt voor iemand die je zus is. Het kan je nicht zijn, maar of het kan je neef zijn. Het kunnen je buren zijn, het kunnen goede vrienden zijn. En dat maakt dat, denk ik, Raksha Bandhan voor de Haagse gemeenschap, voor de Nederlandse gemeenschap, van toegevoegde waarde kan zijn. Een dag om stil te staan bij de mensen die je dierbaar hebt en die ook iets te geven. In ruil daarvoor, voor een stukje laddu en een mooie raki, biedt de broer dan bescherming. En dat hebben we ook vandaag, gaan we dat zometeen vragen aan deze stad, aan de bestuurders van deze stad, om ervoor te zorgen dat wij die bescherming ook krijgen, met name de vrouwen. En dan geldt het niet alleen voor de Hindoestaanse vrouwen, het geldt voor alle vrouwen. Afgelopen periode, sinds ik raadslid ben en daarvoor ook al, er een hele warme band is tussen de Hindoestaanse gemeenschap en dit bestuur, dit Haags College. Een bijzonder college, een college die het mogelijk maakt dat wij Hindoestanen ontzettend aan het groeien zijn, dat we heel grote stappen kunnen maken. Eigenlijk is Marnix vandaag loco-burgemeester. Hij vertegenwoordigt het hele college. Maar voor mij is hij ook, en ik heb dat vaker gezegd, mijn Barka Bhai. Mijn grote broer. Want een grote broer is iemand die je helpt. Die je vooruit helpt, maar die je ook af en toe corrigeert. En hij is op allerlei mogelijke manieren de Hindoestaanse gemeenschap kunnen faciliteren. En dat blijft hij doen. Ik geloof daar oprecht in. Met heel veel eerlijkheid. Als het gaat om de mandirbouw. Als het gaat om het vieren van Diwali voor het eerst in dit stadhuis. Als het gaat om Milen. We kunnen rekenen op de steun van dit bestuur. En daarom is het zo mooi dat vandaag, in de traditie die Gandhi Puran van Stichting Dosti heeft ingezet, jaren geleden, dat we vandaag voor het eerst in dit stadhuis Raksha Bandhan gaan vieren. Een hele mooie traditie. Ik ben er ontzettend trots op. En ik wil Gandhi even vragen om naar voren te komen. Applaus voor Gandhi Puran die dit allemaal heeft georganiseerd. Het draait om de relatie tussen broer en zus. En daarom wil ik Lucia vragen om het woord van mij over te nemen en Marnix aan te kondigen en ook aan te geven waarom het zo belangrijk is dat we deze dag van broer en zus groots gaan vieren in Den Haag. Lucia.
Dankjewel, Regis. Fijn dat u er bent. Dit is iets geweldigs. Dit is iets unieks. Dit is iets wat we, denk ik, nergens anders in Nederland meemaken. En ik zei het al, meneer de lokale burgemeester, dit is een statement voor de stad Den Haag. Die pretendeert een multiculturele stad te zijn. Je kunt iets pretenderen, maar je kunt het ook laten zien in de haarvaten. En dat doen wij hier. Dank voor de manier waarop het stadsbestuur met zijn inwoners omgaat. Dank waarop de manier waarop men omgaat met de mensen, de verschillende culturen die hier wonen. Regis, jij hartstikke bedankt dat je inderdaad de belangen van een toch wel een behoorlijke hoeveelheid Hindustanen vertegenwoordigt. En dat jij ook de verbindingen weet te maken. Niet alleen tussen de Hindustanen onderling, want hier zijn allerlei verenigingen en stichtingen aanwezig op dit moment. Met elkaar doen we het. Maar jij weet ook die verbinding te maken op het niveau van het stadsbestuur. En het lukt je inderdaad om mensen mee te krijgen. Nou, ik denk dat wij onszelf ontzettend blij mogen prijzen dat wij in een persoon als jij dit mogelijk maken. Ik wil voor jou echt een heel hartelijk applaus hebben. Want hartelijk dank, meneer Noorder, dat u de vrouwen van de Haagse gemeenschap wilt ontmoeten. En dat wij samen met u mogen delen waar wij voor staan. Namelijk, vrouwen hebben bescherming nodig. Niet vanwege het feit dat wij het zwakke geslacht zijn. Beslist niet. Volgens mij doen we genoeg in de samenleving en nemen wij onze verantwoordelijkheid daarin. Tegelijkertijd zeggen we aan de andere kant, wij hebben jullie nodig. Wij hebben beschermers nodig. En ik heb neven. Ik zoek ze ook op en ik vraag ook aan hun letterlijk of zij een lang en gelukkig leven mogen gaan. En in ruil daarvoor dat ze mij bescherming mogen bieden. Dit is iets wat al eigenlijk eeuwen in India gebeurt en nu ook langzamerhand in heel de wereld gebeurt. Ik ben er trots op, namelijk dat wij dat hier vandaag mogen vieren. Dank u wel. En dan ga ik vragen of u zometeen door mevrouw Puttu als voorzitter van de stichting AWAAS en die eigenlijk het toonbeeld is van een vrouwengemeenschap, u de ragi gaat omdoen. Daarna mevrouw Poeren en daarna de dames van ASAN die hetzelfde gaan doen. Rita, mag ik jou vragen? बहना ने भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है प्यार के दो तार से संसार बांधा है रेशम की डोरी से Vandaag is de dag staat in het teken van bescherming. De zus bindt raki voor de broer om bescherming te vragen. Of een neef of een man van wie zij bescherming verwacht. Vandaag bind ik raki voor u en ik vraag bescherming voor alle vrouwen in Den Haag. Ik ben ook blij dat de vrouwen van Stichting AWAAS vandaag deze dag mogen meemaken. Dan mag ik vragen of mevrouw Poeren, mevrouw Kallu, de zus van Gandhi Poeren, die vertegenwoordigt de stichting Dosti. Dosti staat voor vriendschap, heel toepasselijk. Emotioneel, ik kan niet anders zeggen. बहना ने
dat het licht mag schijnen over meneer Noorder. En dan de dames van Azaan. Dames en heren, ik vind het echt een heel mooi moment. En het is altijd even zoeken hoe je dingen organiseert. Maar ik ben heel blij met dit moment. En ik zeg dat namens het stadsbestuur. Want op dit moment word ik als broer gezien voor de zussen van de Indoestaanse gemeenschap. Maar zoals u zelf ook aangaf, van de hele Haagse gemeenschap. En dan gaat het ook niet om mij als broer, maar om het bestuur van de stad als geheel. Wat uw broer in deze traditie mag zijn. En dat zijn we met genoegen. De heer Rajesh Ramnivas zei er net al iets over. We vinden de Indoestaanse gemeenschap ongelooflijk belangrijk in Den Haag. Omdat het een hele grote gemeenschap is. Maar ook omdat het een hele goede bijdrage is aan de stad. Waarbij u heel erg Indoestaans bent en tevens heel erg Haags. En dat is een mooie combinatie die u weet te maken. Waarbij het qua werken, qua deelnemen in de stad een team met een griffel is. Omdat er enorm veel dynamiek en energie vanuit gaat. Haags bent onder de Hagenaars en met de Hagenaars. En tevens ook uw eigen culturele aspecten weten behouden. En dit is er een van, een prachtige traditie. Waarvan ik, toen Rajesh me ervoor benaderde, met plezier ja heb gezegd. Maar ook omdat ik wist, en dat wil ik toch gezegd hebben, dat het niet zozeer een godsverering is waar ik onderdeel van ben namens het bestuur, als wel een waardering voor de relatie. En vanuit dat aspect kan ik hier ook graag in participeren. Andere religieuze uitingen zijn vanuit het oogpunt van openbaar bestuur nou eenmaal onmogelijk. Maar daar hebben we het goed over gehad en ik ben blij dat we op deze manier die warmte, die broeder- en zusterschap met elkaar kunnen voelen. En u vraagt bescherming aan het stadsbestuur. U zult dat krijgen. U krijgt dat niet van mij als persoon, maar van het bestuursgeheel. Omdat die Hindoestaanse gemeenschap tot nu toe en ook in de toekomst een belangrijke bijdrage levert. Wij gaan ervan uit dat u daar ook uiting aan wil geven. Onder andere met de bouw van een aantal mandiers die tot nu toe gevestigd zijn op een beetje achteraf plekken. Maar met de kracht van de Hindoestaanse gemeenschap zullen verworden tot een viertal nieuw te bouwen. Totaal 3+1 mandiers waar ik hartstikke trots van op ben. Omdat het ook een symbolisering is van die kracht die u belichaamt. Ik wil u bedanken voor het feit dat u dit heeft verzocht om dit te mogen doen. En dat we daar als bestuur ook die rol mogen spelen. Uw kant op als de grote broer. Zoals dat in de traditie naar voren wordt gebracht. Ik wil u danken voor dit moment. Voor de vraag en het vertrouwen wat u daarmee in ons heeft. Ik vergeet nog iets. En dat is dat als je grote broer bent, of broer bent, dat je dan ook een cadeautje hoort te geven. Ja. Ja. Ja, bescherming. Ja, bescherming is er één van. Maar ook een symbolisering van een cadeautje. Met een cadeautje. En daar hebben we ook over vragen. En dat heb ik heel bewust een cadeautje gezocht. Wat niet zozeer van mij is, maar van de stad. Omdat daarmee, wat ik net heb gezegd, ook wordt onderstreept. Dat er de bescherming is van de stad aan u en niet van de persoon aan u. Want dat is op zich niet wat u wat voldoende voor u zou zijn. Dus ik zou de drie dames vragen nog even naar voren te komen. En dan overhandig ik u een cadeautje. We hebben nog één ding. We hebben nog de jongste deelnemer, de jongste dame die hier vandaag aanwezig is. Is de jongste deelnemer van Deelmandier. Die wil ook nog wat. Ik zei het al, het is een
cadeautje namens de stad. Wat u elke dag kunt gebruiken. En wat u elke dag, als het goed is, herinnert aan dit moment. Kijk, ik heb er 3, maar eigenlijk 4 dames. Mag ik u ook eentje geven? Ja? Ja? Dan doe ik dat. Mag ik nog eentje bij? Lieve mensen, dan hebben we hiermee het officiële gedeelte van de Raksha Bandhan-viering voor het eerst in het stadhuis in Den Haag afgesloten. Met mooie woorden van Marnix Noorder. Ik zie dat er nog een laatste cadeau is namens Stichting Dosti voor u. Ja. Wilt u dat nog overhandigen? Meneer Noorder, bedankt nogmaals namens alle Hagenaars, namens de Hindoestaanse gemeenschap. En ik ben heel blij dat wij dit vandaag mogen doen. En het is, we beginnen hier. En waar we eindigen, weet ik nog niet. Misschien aanstaande zondag hebben we misschien een bijeenkomst. Net als de voorgaande jaren. Nou, dit jaar willen we niet zo groot doen. Maar volgend jaar, voor komende jaren, zullen we zeker groter gaan vieren. En namens de gemeenschap, namens Deelmandier, namens alle organisaties, ASA en Stichting Lawaas. En noem maar op, iedereen wil ik, en namens de Hindoestaanse gemeenschap, wil ik dit aan u overhandigen. Nogmaals bedankt. Nou, het is een mooie dag met heel veel cadeautjes. En in de loop van de dag zullen jullie thuis aan jullie eigen broers en neven, vrienden en buren ook raksha binden. En mooie cadeaus hopelijk ook ontvangen. Ik weet dat mijn moeder samen met mijn tante van 73, die zelf nog rijdt, naar Amsterdam gaat om haar broer raksha te binden. Die traditie is mooi. Die traditie is groot. Laten we het met de innerlijke kracht die we in ons hebben ook vieren. Met overtuiging vieren. Met overtuiging ook geven aan die broer en zus. En die relatie koesteren. Het is een traditie die over de zee gaat. Toen ik als kleinkind ontving ik per post de raksha's vanuit Suriname. Het heeft mij gemaakt wie ik ben vandaag de dag. Dat je staat voor je zus en voor de zusters. Dank jullie wel voor deze mooie dag. En Marnix, bedankt dat jij voor de eerste keer dit zo groots wilde organiseren voor ons in het stadhuis. Dank aan het hele college. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Bent u op zoek naar een gezellige DJ? Bel DJ Rockstar. DJ Rockstar speelt voornamelijk Hindoestaanse muziek en is gespecialiseerd in het spelen op familiefeestjes, zoals verjaardagen, trouwerijen, moerans en andere feestjes. Luister maar naar deze mensen. DJ Rockstar is een heel goede DJ. Ze draaien heel goed muziek. En iedereen heeft van kunnen genieten. De jongeren, de ouderen en ook de tieners. Grandioos, oké, mole. Grandioos. Op de adviseur Karila, van Jari, Bihau Harahi of Batwan, DJ Rockstar. Ik en mijn familie en vrienden hebben veel genoten van DJ Rockstar. Het was een hele leuke avond. Hij is een man op leeftijd, maar ik ga wat draaien. DJ Rockstar was geweldig, geweldig, super. DJ Rockstar kan spelen in grote, maar ook kleine zalen. Bent u moe geworden met altijd dezelfde DJ's tijdens uw familiefeestjes? Bel dan DJ Rockstar op 06 19 92 51 76. U krijgt een feestje dat mensen niet snel zullen vergeten. Beste kijkers, ik heb hier een aantal dames van de stichting ASAAN bij mij. En vandaag heeft een van de dames een raakje omgebonden bij de wethouder. Ik ga haar even vragen hoe zij het heeft ervaren. Zou u kunnen vertellen hoe u het vond om een raakje om te doen bij de wethouder?
Even voorstellen, ik ben Raisje Ribiere. Ik ben verbonden met Asaan Mundir. En waar ik lid ben in een commissie, Relatie Huwelijk Sambund heet dat. En ik voel me zo vereerd vandaag uitgenodigd te worden door Stichting Dosti om hier aanwezig te zijn. Om de wethouder vandaag een raakje te binden. En straks ga ik naar de Mundir, maar dan ga ik mijn broer binden. Ik heb mijn eigen broer. En alleen vind ik het een beetje van, vandaag heb ik niet eerst mijn broer gebonden. Maar dat maakt niet uit. Het is een broerszusdag, dus ik heb vandaag de wethouder en de heer Himmend Lutschman raakje gebonden. Dank u wel. Graag gedaan. Ook heeft de stichting Asaan binnenkort een aantal projecten opkomen. Ik wil u hier graag iets over vragen. Mijn naam is Sila Makhaising. Ik ben bestuurslid van Asaan. En Asaan is geen stichting, maar het is een vereniging. Wij bestaan al 45 jaar, Asaan Mundir. En wij doen ook heel veel activiteiten. Net als op de komende periode, 28 september, hebben wij een 15-jarige jubileum van van Sambund. En dat gaan wij heel groot vieren in Wassenaar. En daarnaast hebben wij iedere week zondag de Mundirdienst. Oké, dank u wel. Zou u kunnen vertellen hoe u heet? Ik ben Urmila Seunat. Ik ben de coördinator van Sambund. Sambund is 15 jaar geleden in het leven geroepen. En het heugelijke feit is dat we op 28 september, zoals mijn collega het al genoemd heeft, dat betekent dat iedereen van harte welkom is. We hebben mensen die zich bij ons geregistreerd hebben voor een levenspartner. En ook zij mogen met hun familie, buren, vrienden, kennissen komen. En de opbrengst van deze bijeenkomst is ook om onze nieuwe manier te ondersteunen. En ik wil hierbij mijn broer Gandhi Poeren, die zojuist de raki omgebonden heeft, heel hartelijk bedanken dat hij ons gecoacht heeft voor dit unieke moment in Den Haag. Oké, dank u wel voor het interview. Beste kijkers, vandaag hebben we ook onder ons meneer Tjotken. Zou u kunnen vertellen hoe u deze dag heeft ervaren? Nou, ik vind het heel bijzonder. Een hele mooie dag, een hele mooie ochtend met de wethouder, lokale burgemeester. Nou, het is fantastisch. Rakshabandhan hier in Nederland op deze manier is top. Meneer Tjotken, zou u mij kunnen vertellen wat u in uw dagelijks leven doet? Nou, in het dagelijks leven ben ik makelaar. Ik heb een eigen makelaarskantoor, Roodvastgoed. En het is heel leuk om als ondernemer hier aanwezig te zijn met allerlei culturen en de wethouder erbij. Nou, fantastisch. Bent u alleen hier in Nederland gevestigd of ook in andere landen? Nee, we zitten alleen maar hier in Nederland gevestigd, maar we hebben wel contacten in Suriname. Dus als ondernemer, makelaar in Suriname hebben wij ook onze contacten die daar ook hetzelfde werk voor ons doet, voor klanten hier. Oké, dank u wel voor uw interview. Beste kijkers, vandaag hebben we de jongste deelnemster bij deze viering vandaag bij ons. Hallo, welkom bij Tsunami TV. Zou je je even kunnen voorstellen? Nou, goedenavond. Ik ben Soraya Lutschman. Ik ben 21 jaar. En zoals net al is verteld, ik ben de jongste deelnemer hier bij Rakshabandhan. Wat doe je hier vandaag eigenlijk? Nou, ik heb dus net ook een raakje gebonden voor mijn broer. En ik heb net ook een sjaal omgedaan bij de wethouder, Marnix Noorder. Oké, en wat vind je van dit hele gebeuren hier? Nou, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat het nu nog steeds iedereen wat moderner is geworden, dat Rakshabandhan nog steeds wordt gevierd en dan ook nog wel zo groot. En dat het natuurlijk ook de Haagse gemeenschap erbij wordt betrokken hier in het stadhuis. Oké, dus je houdt je wel bezig met de Hindoestaanse cultuur. Wat doe je zelf in het dagelijks leven? Nou, ik ben schoolgaand. Ik ga nu naar het eerste jaar HBO ga ik nu doen. Oké, en wat zou je later willen worden? Ik weet nog niet precies wat ik later wil doen, maar mijn droom is toch nog wel om een eigen hotel op te zetten. Maar daarvoor moet ik nog heel veel werk voor verrichten om dat te kunnen bereiken. Nou, ik wens je daar heel veel succes mee en dankjewel voor het interview. Hartstikke bedankt. Hiernaast mij heb ik wethouder Marnix Noorder. Allereerst wil ik u vragen hoe je het vindt om door de Hindoestaanse gemeenschap zo geëerd te worden. Nou, ik vind het inderdaad wel een hele eer en ik word er ook een beetje verlegen van, zeg ik eerlijk. Want het is natuurlijk nogal wat als de Hindoestaanse gemeenschap, de vrouwen, vragen of je de beschermer wilt zijn, de grote broer, de broer wil zijn en de bescherming wil bieden. Als stadsbestuurder, want dat betekent namelijk dat je eigenlijk voor al die Hindoestaanse vrouwen een soort verantwoordelijkheid hebt. En dat heb je natuurlijk ook. Dus het is aan de ene kant eervol, aan de andere kant heeft het ook een verplichting.
En je wordt eigenlijk daarmee verantwoordelijk voor elkaar. Op een hele traditionele manier. Maar wel met een achtergrond en intentie die heel oprecht is. En ik denk dat dat niet alleen Hindoestanen, maar alle Hagenaars dat heel goed zouden kunnen gebruiken. Ik wilde u vragen hoe dit initiatief heeft plaatsgevonden. Ik ben gevraagd of ik mee wilde doen in, nou ja, in feite in deze ceremonie. En daar heb ik ja op gezegd. Okay. En weet u ook wat Rakshabandhan inhoudt? Ja, ik ken het verhaal erachter. En de kijkers denk ik ook van de vrouw die haar broer toen hij ten strijde trok in het verleden. De koning als het geloof ik, of in ieder geval machthebber, wilde beschermen. En in feite via dat armbandje de bescherming en de kracht gaf om overwinning te boeken op zijn belaags, op zijn vijanden. En dat is toen gelukt. En daarmee is het, het armbandje, maar ook het moment en vragen van broer-zusrelatie is een traditie geworden die tot nu toe doorgaat. Ja. Nou, dank u wel. Ik wil u hartelijk danken voor de interview. Beste kijkers, wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Het was een hele geslaagde dag. En zoals u ziet begint het al leeg te lopen hier. Ik hoop dat u heel erg heeft genoten van deze aflevering. En tot de volgende keer bij Tsunami TV.